Morning, daar ben ik weer. Ik heb vandaag voor jullie een top 5. En wel een top 5 van mijn minst favoriete boeken. Het meeste van deze boeken heb ik ook niet uitgelezen. Omdat ik ze gewoon echt tijdens het lezen niet leuk vond. Dus eerst was ik aan het bedenken van, welke boeken vond ik nou echt niet leuk. Toen op een gegeven moment ben ik gewoon gaan zoeken naar de boeken waar nog boekenleggers in lagen. En zo ben ik eigenlijk op de top 5 gekomen. Dat ik deze boeken niet leuk vond, betekent niet dat ik het gek vind als iemand anders hem wel leuk vindt. Voor mij persoonlijk deed het gewoon niks en kwam ik er gewoon niet doorheen. En iedereen heeft zijn eigen persoonlijke smaak en voorkeur en iets. Dus dit zijn gewoon de boeken, de 5 boeken die ik het minst leuk vond van alles wat ik heb gelezen. Ja, sommige zal ik misschien nog wel proberen te lezen, maar dat zal ik verder per boek wel toelichten. In ieder geval, hier is mijn top 5 van minst favoriete boeken. Ik zeg het ook minst favoriet, want ik vind stomste boeken of niet leuke boeken vind ik ook weer zo hard. Het zijn gewoon mijn minst favoriete boeken. Ja, op nummer 5 heb ik Blauw Licht van Anne Cleves. Dit is een literaire thriller. Dit boek speelt zich af op Fair Island. Dat is een eiland afgelegen en het eiland staat bekend onder de vogelspotters. Heel veel mensen komen daarheen om vogels te spotten. En er is dan ook midden in het eiland een soort, hotelletje voor alle vogelspotters. En die wordt dan gerund door een man en een vrouw. En hier komen alle vogelspotters, die slapen altijd daar. Nou, de vrouw die dat beheert is ook een beroemde vogelspotter. Die staat bekend om een paar vogels die ze heeft gespot. Nou, de hele vogelspotterwereld zit eromheen. Vogelspotter, dat is ook een raar woord eigenlijk. Zij is heel beroemd in de vogelspotterwereld. En op een dag wordt zij vermoord. Nou, het verhaal volgt van inspecteur Jimmy Perez. Hij heeft een nieuwe vrouw en die wil hij graag aan zijn familie voorstellen. En daarom gaan ze, volgens mij wouden ze een weekje of zo naar Fair Island gaan. Er is een hele grote storm waardoor er geen vliegtuigen en boten vanaf het eiland gaan. Dus iedereen zit vast. En op dat moment wordt dus mevrouw, de beroemde vogelspotter, vermoord. Dus basically, iedereen zit op een eiland met een moordenaar en niemand kan weg en niemand weet waarom. En de inspecteur gaat het uitzoeken, maar met totaal geen hulp. Je kan geen forensics, je kan geen lab oproepen, je kan geen mede-inspecteur, je kan geen lijkschouwer, je kan niks. Hij zit in zijn eentje daar. Nou, het klinkt heel leuk. Vooral dat vogelspotten vond ik wel leuk, omdat ik er niks vanaf weet en dat was wel interessant. Maar verder was het boek heel langzaam. En daarom vond ik hem minder leuk. Zeker als het een literaire thriller is, wil ik wel dat er een beetje, niet zozeer actie in zit, maar vaart in het verhaal. Weet je, dat je vooruit gaat en noem maar op. En het was hier gewoon niet. Het was allemaal heel langdradig. Het was gewoon, saai om het zomaar te zeggen. Op nummer 4 staat Match, de eerste in, ik weet eigenlijk niet hoe de serie heet. De Match-serie. Van Ellie Condell, als ik het goed uitspreek. Waarschijnlijk niet. Dit boek gaat dus over Cassie, heet ze. Ja, Cassie. En zij woont onder de Unie. Die regelen alles in de wereld. En die regelen letterlijk alles. Jij krijgt je avondeten. Komt er een luikje. En dat is het enige wat je hoeft te doen. Alles wordt voor je voorgeschreven. Alles. Zelfs het trouwen. En dat is dus het match. Iedereen wordt aan iemand gematcht. Deze serie leek me heel leuk. En ik wou hem ook nieuw kopen. En toen zag ik hem voor een euro bij de Bieb. En ik denk, mooi, dan kan ik de eerste kopen en lezen. En als hij leuk is, dan koop ik de hele serie. En ik ben blij dat ik niet de hele serie gekocht heb. Want dat was gewoon zonde geweest. Ik ben, nog niet eens halverwege gekomen. Op bladzijde 149 ben ik gekomen. Het was gewoon, ik weet niet. Ik vond het een beetje, de personage was niet zozeer zeurderig. Maar de hele wereld was gewoon zo deprimerend. En zij maakten het zo deprimerend. Er zat geen pit in, er zat geen mysterie in. Het enige wat je afvraagt is van, oké, wat gaat er nu gebeuren? Maar verder niet, ik weet niet. Ik kwam er gewoon niet doorheen. En ik ben ook, dit duurde al heel lang voordat ik dat stukje had gelezen. En ik ben gewoon niet verder gegaan. Desalniettemin is het een populaire serie en wil ik niet buitengesloten zijn. Ik wil weten waar die over gaat en dan kan ik er een mening over hebben. En dan kan ik het ook vergelijken met andere series. Dus misschien dat ik hem nog wel ga lezen. Misschien. Als ik me er ooit toe kan zetten. En het was ook niet dat het helemaal vreselijk was. Zeker niet. Het was gewoon dat ik op een gegeven moment niet, ik kwam er niet doorheen en ik ging gewoon niet verder. En ik weet ook niet waar het aan lag. Volgens mij gewoon wat ik net zei. Dat die hele wereld zo deprimerend was. En dat er niet, niet iets in zat dat zorgde ervoor dat ik elke bladzijde om bleef slaan en door bleef lezen. Dus, maar goed.
Dat staat. Dan op nummer 3 staat Déjà Vu van Esther Verhoef. Dit is ook een literaire thriller. En deze was zo mooi. Zo ben ik ook. Hier, boekenlegger zit er nog in. Of een envelopkaart. Op 135 gekomen. Dat is echt het begin. Het begin is het. Ik weet eerlijk gezegd ook niet meer echt zo goed waar het over het boek over gaat. Het gaat volgens mij over een vrouw. En ze ging naar Frankrijk. Want daar was haar vriendin. Maar haar vriendin was vermist. Dus zij gaat uitzoeken waar zij is gebleven. En wat er met haar is gebeurd. Het is niet zozeer dat het langzaam ging. Want ik wou best wel doorlezen om te weten wat er gebeurde. En de personages waren interessant. De setting was wel minimaal. Maar het, sorry Esther, het is gewoon de manier van schrijven. Kom ik gewoon niet doorheen. Het is gewoon weinig dialogen. Heel veel gedachten en uitgelicht en verteld. En ik weet niet, ik kwam er gewoon niet doorheen. Alhoewel ik het verhaal leuk vond en ik zat er best wel in geboeid. Maar ik moest gewoon na een paar pagina's moest ik het boek gewoon wegleggen. Omdat ik er helemaal gierend gek van werd. Sorry. Maar nee, het is gewoon een manier van schrijven die mij persoonlijk niet aanspreekt. Ik kan niet te lang tegen één labtekst over hetzelfde. Ik moet een dialoog tussendoor hebben of iemand anders point of view of wat dan ook. Dus sorry, daarom deze. Dan op nummer 2 staat een boek die ik volgens mij wel heb uitgelezen. Je ziet maar hoeveel het me niet boeit. Velling, het tweede deel in de Fallen serie. Het eerste deel vond ik best wel leuk. Het was een beetje... Het ging wel heel veel over de liefde tussen Lucy en Daniel. En dat vond ik een beetje waar, weet je wel. Ik denk van ja, oké, kom op. Er is wel meer dan liefde in de wereld. Sorry hoor. Maar... Dus het ging wel heel erg over hun liefde. Maar ik vond het wel leuk. Het was leuk geschreven. De setting was leuk. De personages waren ja, merendeels leuk. Het was wel een beetje eenzijdig hoeveel personages erin zaten. Maar goed, maar toen kwam dit boek en het was... Ik weet nog dat ik hem uit wou lezen omdat ik mezelf wijs maakte dat het aan mijzelf lag. Dat ik gewoon niet in een leesmodus was en dat ik gewoon niet in zo'n leesmodus was. En dat het niet aan het boek lag, maar jeetje, wat was dit zwaar om doorheen te komen. Het boek gaat over Lucy en zij ontmoet Daniel en Daniel is een gevallen engel. En zij zijn voor elkaar voorbestemd. Lucy en Daniel hebben dus schijnbaar al in vorige levens een relatie gehad met elkaar. En dat ging al jaren en jaren en tienduizenden jaren zo door. En dit is nu Lucy en dit is nu haar verhaal met Daniel. Maar dit was de laatste keer of zo. Als ze het nu niet op zouden lossen, dan zou zij niet meer gereïncarneerd worden, Lucy. Zoiets was het volgens mij. Nou, aan de ene kant wil ik best nog wel verder lezen. Wil ik nog passie lezen. Misschien dat het beter is geworden, want... Ja, weet je, je kan best wel een misser hebben. Maar ik weet ook gewoon echt vrijwel niet meer waar het over gaat. Ik weet nog globaal wat er is gebeurd hier aan het einde. Maar ook echt gewoon niet meer. Ik weet dat er een eindgevecht was. Waarom? Met wie? Geen idee. Dus dat zou betekenen dat als ik Passie, de derde deel, wil lezen. Dat ik deze opnieuw moet lezen. En daar zie ik echt niet naar uit. En dan op nummer 1 staat een boek die ik al meerdere malen heb geprobeerd om te lezen. En elke keer niet verder ben gekomen. En dat is de Da Vinci Code van Dan Brown. Dit is gewoon een boek en ja, het is geen klassieker, maar iedereen kent hem wel en er wordt veel over gesproken. En het is gewoon een boek waarvan ik graag wil weten waar die over gaat, maar ik kan hem gewoon echt niet lezen. Het is, ik wil niet zeggen dat het mijn pet te boven gaat, maar het gaat mijn interesses te buiten, zeg maar. Het interesseert me allemaal niet wat er wordt besproken. En het kan ook zijn dat ik hem elke keer dat ik hem heb geprobeerd te lezen gewoon niet in de juiste mindset was. Of er waren ook heel veel boeken die ik dan wou lezen. En het is gewoon wel een pil die nou, even duurt voordat je er doorheen bent. Het is gewoon niks voor mij. Maar ik denk, ik weet bijna zeker dat ik hem wel een keer wil gaan lezen. Dus ja, jullie weten allemaal waar het verhaal over gaat. Ik heb de film wel gezien en daar ben ik ook heel veel in slaap gevallen. Het is gewoon het... Het is gewoon niks voor mij. Ik weet niet. Wat ik het jammer vind. Want het is gewoon een wel besproken boek. En schijnbaar heel goed. Maar ik zou het je niet kunnen vertellen. Maar eerlijk, hij staat wel op 1. Maar eigenlijk mag dat niet. Want ik heb hem nooit gelezen. Ik heb meerdere pogingen gedaan. Maar ik kan niet zeggen dat het mijn minst favoriete boek is. Want ik heb hem niet helemaal gelezen. Eigenlijk is het een beetje vals spelen. Nou, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie er ja, niet zozeer iets aan gehad hebben. Ik weet niet wat je daaraan kan hebben.
Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat in de comments ook achter wat jullie minst favoriete boek vond. Welk boek je echt niet doorheen kwam. Of bedenk het zo gek maar niet. En zoals altijd, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. En ik zie jullie volgende keer. Doei! Wat ga je doen?